Yo guys, Glash hier met een nieuwe video en vandaag weer een nieuwe Train Fever. Zoals je ziet ben ik naar de kamp geweest. Ja, superleuk. We zijn hier terug in onze wereld. We zijn bij dit dorpje. Het nieuwe dorpje, Vendel. De trein zijn naartoe aan het rijden en er beginnen effectief echt al mensen te wachten op de treinroute. Al 10 mensen, dat is een begin. Maar welkom bij deze video. Deze video gaat wat korter zijn dan een normaal Train Fever video. Ik praat ook heel snel, ik weet niet waarom. Ja, ik weet eigenlijk wel waarom, want ik ga morgen op vakantie. Maandag dus. En als ik op vakantie wil, wil ik toch nog een video. Het is me al gelukt om de Half-Life en Outlast 2 video in te plannen. Nu moet mij dat toch ook nog lukken om Train Fever in te plannen. Het is misschien 11 uur 's avonds, maar maakt niet zoveel uit. We zitten hier in een wereldje. Dat is echt heel typisch. Ik sluit de vorige keer mijn recording af. En ik... Oh, jongens, godverdomme. En ik keek hier. En ineens van... Ja, nieuwe trams. Maar dat moest niet in de video. Ook een nieuwe trein. Ja, ja. Wacht even. Als ik... Ja, dus dit is de nieuwe trein die is erbij komen. Nadat ik net mijn video had afgesloten. Ja, hier zie je de stoomtram. Dit is fucking awesome. Stoomtrammen zijn echt cool. Ze zien er al speelgoedtrammetjes uit. Echt grappig. Haha. Sorry, oké. Okay. Maar ik heb echt zoveel energie. Ja, misschien... Maar nee, ik ben dus naar de kapper geweest. Naar de Marokkaanse kapper. Ik ben trouwens van plan om in Vingakker alle trammen terug te roepen. Van, hey jongens, kom eens terug. En dan gaan we er stoomtram van maken. Dat is de bedoeling. Dus we zijn hier in onze eerste tramroute. Tramroute 1, Ving. Super mooi. En ik ging trouwens tramroute van lang afschaffen. Want dat trekt niks meer. Maar wat wij gaan doen is... we kunnen alle voertuigen naar de bot sturen. En wat we ook kunnen doen is... nee, dat gaan we niet doen. We gaan automatisch vervangen aanzetten. En we doen dit zo. Oké, stoomtram. Mooi. Het kost wel wat geld, zo'n stoomtram, jammer genoeg. Maar ik hoop dat we binnenkort onze nieuwe stoomtram gaan zien rijden. En wat er ook is veranderd is dat we elektrische tram kunnen maken. Dus, elektrische, het is al elektrische sporen. Binnenkort komt de haltram uit. En de hal is eigenlijk de eerste elektrische tram. Ja, ik weet er wel wat van. De mensen die mijn persoonlijk leven kennen, noemen ook wel tramfreak, tramfapper, al die dingen. Dat ik dat als een compliment moet beschouwen, weet ik niet, maar ik doe het maar gewoon, maakt niet zoveel uit. Maar wat ik in deze wereld nog zou willen doen, als ik genoeg geld heb, ja toch. Ik ga kijken hoe dat de tram in deze stad doet. Het begint meer en meer en meer en meer te gebruiken. Ja, oké. Dus ik denk dat we hier wel onze eerste tram, stoomtrams kunnen doen. Dus wat ik ga doen, we gaan tijd op stop zetten. We gaan zeggen, jongens, kom eens terug. Waar zijn we? Hier. Zo. En wat we dan gaan doen, koop werkvoertuigen. Nee, hier, ja. 1, 2, oh, oeps, niet genoeg geld, maakt niet uit. Die gaat hier mogen rijden. Wait. Ja, oké. Zo. Ik denk mijn passagiers een beetje heb gefukt, maar ik kan... Oeh, jongens, ik sta dik in het zwart en het rood. Dus dit is een motherfucking stoomtram. Zoals ik al zei, ziet direct als een speelgoedtrammetje uit. Oeh, jongens, ik heb ineens veel geld. Is mijn trein er al bijna? Ja of nee? Oké, nee. Maar nee, ik zat dus... Ik ben ook bij Train Fever aflevering. Ben ik altijd van plan om over iets te gaan praten. En deze keer wil ik praten over Duitsers op een fucking café. Ik weet niet waarom, maar als Duitsers op een café of in een restaurant zitten, dan zijn ze ineens de rijkste mensen die er bestaan. Dat is ongelooflijk. 012 mensen te wachten, maar ik en mijn mama, wij gingen naar mijn zus en mijn zus werkt in een Italiaans restaurant, midden in de stad, veel toeristen natuurlijk. En wat zit er tussen toeristen? Duitsers. Heel simpel, niet moeilijk. En die mannen, die bestellen heel veel drank, maar echt ongelooflijk veel. Het was echt het grappigste ooit. Allee, het was niet grappig, maar ik stond er echt zo van... What?
Dus die Duitser bestelde zo en mijn zus had dat zo opgeschreven. Kei leuk natuurlijk. En 5 minuten later had mijn zus al die drank nog niet gegeven. En ik en mijn mama kijken naar elkaar van, hoezo doet hij er zo lang over? Slaat op niks. Slaat helemaal op niks. Ik ga trouwens kijken of hier nog wat busjes nodig zijn in... Ja, Vendel. Ja, we gooien er wel nog wat 2 bussen bij, joh. Ah, en de trein is vertrokken met nieuwe dingen. Voilà. Busroute in Ving. Waar is de eerste tram trouwens? En zit hem al vol? Ah nee, lang nog niet. Maakt niet uit, dat komt wel. Ja, er staan 9 man te wachten. Dat komt. De bus doet het ook heel goed in dit ding. Een andere tram is aan terugkomen. En de trein is gewoon met 14 man vertrokken. Dan moet er toch wel in een andere stad ook wel iemand staan wachten op de nieuwe dingen. Shit, ja, snapte. Ah ja, wacht nog 3 mensen. Hey. Hey, dat is een begin. Ik vind de tram echt een kutstad, weet je. Je kunt er amper de tram aanbouwen. De tram wordt niet eens gebruikt. En nu ga ik de tram... tram ga echt moeten optieven. Dus sorry man, maar... stuur alle voertuigen naar de boot en verkoop deze bij aankomst. En weg met een tramroute. Ja, fucking sad, I know. I fucking know, maar... Het kan niet anders. Dus deze tram is aan het terugkeren. En dan zal dit een tramloze stad worden. En, wajo. Deze stad draait echt gewoon op 1 bus, dus... Wat wij gaan doen is... ik denk niet dat deze stad nood heeft aan trammen. Rup. Nog eentje. En nee, ik koop er nog een. Godverdomme, ik koop er nog een. Ja, zo moeilijk is dat niet, volgens mij. Welk stadje is dit lang? Oké. Er gaan echt 3 bussen naar elkaar komen of zo, maar deze stad heeft echt nodig. Zie hoeveel bussen. Of wat je een bus noemt natuurlijk, maar... Een Vendel kan ook wel een extra busje gebruiken, denk ik, neem ik aan. Ja, we gaan er gewoon een... We gaan die een extra bus geven, hier, of... Welke stad rijden? Nee. Busroute 1 en Vendel. Nee, dit is Ving. Ja. En er wachten tyfus veel mensen op de tramroute, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik ben trouwens van plan om deze episode er treinspoor te maken naar dit mooie stadje hier. Ja, dat zie je goed. Maar nee, ik was dus een beetje afgewend van mijn verhaal. Dus 5 minuten later kon mijn zus effectief met... waar hoorde jij nu ineens een fucking... Hallo. Waarom... Wat voor bullshit is deze? Ah, wauw, ik sta negatief, ja. En dan is het logisch dat ik niks ga bouwen. Maar ik ga... Oh. Oké, als ik genoeg geld heb, ga ik dit doen. Maar ik was een beetje afgekeken van mijn verhaal. Dus 5 minuten later komt mijn zus effectief aan. En what the fuck had die allemaal besteld? Dus die waren met 4. 1 man. Nee, was eigenlijk 1 vrouw en 3 mannen. Superleuk. Ik ben ook eigenlijk echt wel besef hoe fucking eng is het eigenlijk dat ik een video hun over hen maak. Al ja, niet echt over hen, maar als onderwerp. En die kennen mij en weten mij totaal niet eens wie ik ben en zo en al die shit. Maar ik zeg het u, dat was echt niet normaal wat die allemaal bestelden. Oh, 1 gast, 2 pintjes, die vrouw 1 pint. Andere gast ook 2 pinten. En dan nog een gast 2 pint. Dus alle gasten eigenlijk 2 pint. Oké, Wouter, goede multitask daar, maar... Als je dat denkt dat alles is, nee, totaal niet. Echt niet. Die vrouw koopt ook nog eens een Fanta. Oké. Dan gingen ze ook nog eens allemaal een glas water kopen en een grote fles wijn. En ik heb al een keer van... What the fuck? Are you fucking kidding me? Ja, ik moet dit afbreken omdat die mensen zo dom waren om hier iets te bouwen. En goed genoeg wetende dat ik hier een treinspoor ging bouwen. Maar ja, heel autistisch dus, maar dat maakt niet uit. Oh, dit begint er echt sick uit te zien, joh. Oh. Oh, ik dacht even dat mijn game aan het vriezen was, of mijn opname gesnapt. Oké, nadat hadden ze dus allemaal een voorgerecht gepakt.
allemaal. Ah nee, de vrouw niet. De vrouw was zoals zakelijke gesprekjes aan het bellen en eens weet ik veel wat je aan het doen was. Nadat ze allemaal hun voorgerecht hadden gehad, hadden ze allemaal nog een pintje besteld. En ik was zo van, Ed wilde nog niet genoeg gedronken, want die kerel had like, wegvoertuig 23. Ja, oké, maar ik heb automaat vervangen opgezet, hè, vriend. Maar nu denk ik dat die Duitsers genoeg hadden gedronken. Nee, nog meer pintjes. Nog meer pintjes. Na een hoofdgerecht gegeten, oh, nog een pintje. En ik en mama begonnen te tellen voor hen. Maar die gaven geen fuck. Die zeiden, oh, we hebben toch nog geld, you know. Maakt ons niet uit. Superleuk. En ik vind gamen en een verhaaltje vertellen tegelijkertijd echt tyfus moeilijk. Maar het zal voor eventjes moeten. Dat gaat hier ook een dure boel worden, trouwens. Zo. Ja, nee, dan moet... Oh, dat fucking meent jij niet. Gadverdamme, ik heb een hele spoor verkeerd gebouwd. Zoveel geld weggesmeten. Zo. Heb ik... Oh, ik dacht even dat ik het weer al verkeerd... Wait, nee, dat heb ik niet op... Voertuigvervanging... Selecteren voertuig... Ja. Maar, jawel jongen. Selecteren voertuig. Oké. Ja. Oké, voilà. Ja, het begint allemaal in verval te geraken, mijn mooie dingetjes. Oké, het treinspoor begint echt al fucking lang te worden, maar dat heb je wel. Dit ding staat echt perfect in de weg, ongelooflijk. Je kunt perfect in de weg staan, net als een vrouw. Oh. Ja, dat is dan jammer voor trein 1, maar trein 1 zal nog even moeten rijden. Oké, de trein 1 vervangen zal voor de volgende aflevering zijn. Ik ga het spoortje afmaken en de aflevering wel afsluiten. Zo. Ik ben ook echt dik. De zaken gaan goed. Die zaken gaan goed. Die doekjes komen maar binnen, joh. Wacht, maar hoeveel man heeft er mee? 14. Oké, dat is een begin. Slecht begin, maar... Oké, even heel die berg omschuppen hier. Maar ik moet mijn verhaal afmaken. Het gaat me eens lukken om mijn verhaal af te maken. Oh, jongens toch. Wacht. Die ging even een hele brug maken, die mongol. Ah, is het zoiets vies. Oh, ik heb een cool idee. Ja, expensive als shit worden, maar dat maakt niet zo uit. Maakt wel uit, maar dat boeit niet. Komt mijn trein bijna uit. Ik heb doekjes nodig, man. Ik heb zware doekjes nodig. Oh, hij is daar nog maar. Wat ik ook wel heb gezegd, dat ik niet meer kan lenen, omdat ik al zoveel heb geleend. Kijk, ik kan dat niet meer doen. Gaat niet. Nee. Ah, mijn trein is aangekomen. Oké. Dan heb je weer, dan heb ik weer terug genoeg geld. Zo. Oké. Look at that, de fucking nice dingen die ik hier ga maken. Zo. Ik moet het zo expensive-loos mogelijk maken. Dat gaat niet zo makkelijk, want ik ben een Hollander. En Hollanders zijn vrij gierig. Ik ben geen Hollander. Oh, ik moet mijn verhaaltje afmaken. Zwaar, ik begon al over iets anders. Ik ben een half Hollander, maar dat zei ik een andere keer wel. Is niet zo boeiend, maar boeien. Die Duitsers, dan gingen ze nooit een dessert bestellen. Ah, ja, die hadden al nog niet genoeg gegeten. Ik bedoel, ze hebben nog maar 10 miljoen pinten gehad en zo en al die shit. En na een dessert vonden ze het nog nodig om nog 3 pinten te drinken. En dat was een vrij dikke rekening. En daarom vind ik Duitsers gewoon beast. En dat wil ik gewoon even zeggen. Oh, mooi. Fucking nice. Kijk hoe mooi en creatief dat ik dit heb gemaakt. Oh, het ziet er wel iets leuk uit. Als dat nu helemaal zwart was geweest, you know what I fucking mean. Kijk, het maakt nog verlies, maar het begint minder en minder erg te worden, snatten. Het probleem is in dit ding... Ja, ik heb hier maar 1 stoomtram laten rijden. Dat is nu niet zo super slim. Oké, wacht. Ik ga er nog een andere tram achter sturen. Zo, stoomtram. En we gaan die hier eens in Vendel gooien. Wacht, ik ga even op gewoon play zetten en ik ga deze video wel afsluiten. Oh, fucking. Dit ziet er toch echt sick uit. Of is dat mij gewoon? Oké, maar ik ga deze video wel afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. En als je een beetje leuk vond, doe dan vast een blauwruimpje omhoog. En ook voor mijn oninteressant verhaal. Abonneer je de volgende keer. En de volgende keer weer meer. En ik zeg, ciao.